Welkom bij een nieuwe aflevering van Amersfoort Update. Achter mij de Eem met volop actie, kanoën. En Christa van Oorschot kan mij daar wat over vertellen. Wat speelt zich hier af achter ons? Dit is dus kanopolo. En het is eigenlijk een sport van 5 tegen 5. En zoals je kan zien is het best wel dynamisch. Ja. Eigenlijk probeer je gewoon met je hand of je paddle de bal in het doel te krijgen. Ja. En een scheidsrechter zie je? Ja, er wordt ook gescheidst. Dus wat kan ik er nog meer over vertellen? En wat zijn dit voor wedstrijden? Nationaal of komen ze ook uit andere landen? Nationaal is dit. Nationaal. Ja. Welke verenigingen zijn er? Helmvaarders, Batavieren, Keistad natuurlijk. Rijnland, genoeg. En GKV. Sportieve sport, denk ik, hè, of niet? Ja, klopt. Ja. Het is best wel dynamisch op het veld. En vaak moet je best wel hard varen om alles bij te houden. Ja. Dus Een sport voor alle leeftijden? Ja, zeker. Ja. Ja. En ik zag tentjes. Ja, het is een weekend, geloof ik, hè? Ja, veel mensen moeten van ver komen. Dus als je uit Groningen komt of uit Venlo, dan moet je best wel een eindje reizen. En dan ga je natuurlijk niet de volgende dag weer op en neer. Ja. Dus dan kun je gewoon hier kamperen. Jij was net even aan het uitrusten. Ik was even aan het uitrusten, ja want het is natuurlijk enerverend. Ja. Ons jeugdteam die eindelijk meedoet en ontzettend goed speelt. Ben jij een van de ouders? Ik ben een van de ouders. En, overnachten? Wij komen uit Krukjes, Hoofddorp. Ja. En wij overnachten vandaag hier en dan morgen weer terug. Ja, heel erg leuk. Jullie tent of hebben jullie die gehuurd of hoe gaat het in z'n werk? Nee, we hebben allemaal, al die spelers hebben bijna allemaal een eigen tent meegenomen. En we hebben de partytent meegenomen. Dus we zitten hier helemaal geweldig met ons eigen veldje, voor ons eigen speelveld. Dus wij campinggevoel, of niet? Ja, top. Ja, echt alsof je vakantie hebt. En dan ondertussen wordt er hard gesport door de jeugd. Dus dat is echt prachtig, ja. Heb je geslapen? Of is het nog niet gebeurd? Nee, dat is nog niet. We zijn echt vanmorgen om 7 uur vertrokken. Ja, en morgenochtend moeten we om 8 uur de eerste wedstrijd fluiten. Ja. Dus ik ben bang dat we niet zo heel veel slapen hier. Nee, zo vroeg al? Ja, dat vond ik Zijn het grote schema's of zo? Ja, dat zijn strakke schema's, ja. Ze zijn streng ook, dus we moeten er om 8 uur staan. Dus, vanavond betijd dan of zo? Of wat doe je? Maar dat is een voordeel, hè. Ze zijn kapot straks, hè, die kinders. Zullen die slapen? Die slapen als een beer. Dus om 10 uur is het hier licht uit, stilte en iedereen op één oor. Nee, oké. Okay. Nou, dan blijf ik nog even zitten. Mijn hemel, dat valt tegen, ja. Nando, jij bent coach van een team. Ja. Hoe staat het ervoor inmiddels? We hebben vandaag 2 wedstrijden gewonnen en 2 wedstrijden verloren. Ja. Wat ik heb gezien gaat echt supergoed. Spelen goed. Worden leuke dingen gedaan. En ze hebben er gewoon plezier in. Ja. En dat is wat als coach het leukste is om te zien natuurlijk. Zijn jullie nou klaar? Voor vandaag wel. Ja. We moeten nog wel een wedstrijd gereren en fluiten. Want dat hoort natuurlijk ook bij zo'n toernooi. Maar morgen weer spelen. Elk jaar worden er meerdere toernooien georganiseerd. En wij hebben elk jaar het Keistad toernooi. Ja. En net zoals heel veel andere toernooien die georganiseerd worden. En dat zetten we gewoon elk jaar weer op met allemaal vrijwilligers van de vereniging. Zijn er ook studenten bij of zo? Of wat voor vereniging zijn het eigenlijk? Ja, er zijn ook wel studentenverenigingen. Maar niet heel veel. Ja. Voor mij zijn die vandaag niet aanwezig. Euros. Euros. Ja, die is vandaag als studentenvereniging. Maar die zijn niet heel veel. Het is vooral van bepaalde plaatsen waar verenigingen vandaan komen. En hebben jullie rekening gehouden met de voorraden drank en eten in de kantine? Hebben ze meestal zelf alles meegenomen? Nou, veel mensen nemen zelf ook eten mee, maar daar kan je bijvoorbeeld lekker broodjes kopen. Ja, dat rook ik al, ja. En je kan ook al drinken kopen. Je kan van alles kopen hier, dus. En water? Dat moet natuurlijk al genoeg zijn. Ja. We hebben een hele een vol, maar we moeten natuurlijk wel gewoon drinkwater hebben. Ik zag jou niet aan het water, Nando. Nee, niet? Gek, hè? Hij zit er maar. Hij strijdt om 17:30 nog met jullie tegen Batavieren. Die is verplaatst naar 17:00. 17:00? Ja. Even rond het team verdelen. Even het team rondtellen. 17:00. Waar is Thijs? Top!
Er is niks aan de hand hoor, het is schema technisch. Nee, maar dat betekent nog een wedstrijd moet varen. Dan moet je nog en ik heb de pijp eigenlijk leeg. En oh, je ziet er tegenop? Nee, het valt al mee. Waar komen jullie vandaan? Uit Helmond. Helmond? Ja. Zullen we het wel uitzenden, ja? Je hoeft het nu best maar. Dat komt goed. Kom er eens even bij. Lachte jij hem nou uit? Nou, niet direct. Maar als coach van mijn team, als een van de F'jes, ik moet er even wat rectificeren. Als F'jes wordt er heel vaak gedacht van dat zijn de kleine koters. Maar in dit geval is dat het recreantenteam. En het recreantenteam, ja, bij voetballen en natuurlijk. KV Keistad. Dus, ja. Echt recreanten, hè? Dat zijn echt recreanten. Die komen elke donderdagavond en de derde helft moet zeker genoten worden. En daar is Nando af en toe een beetje in meegegaan. Dus we hebben net inderdaad al, toen het water uitkwam was het al duidelijk van Nando, daar staat het bier, ga maar pakken, prima. Nando, vind je dat vervelend dat het nu erop staat? Oh ja, dat hoort erbij toch? Hoe is het gegaan deze dag? De eerste twee wedstrijden verloren is natuurlijk altijd zwaar teleurstellend, maar de derde gewonnen, dan heb je nog een goed gevoel. Hè? Dus uiteindelijk een goede dag. Hoe ziet de dag van morgen eruit? We gaan gewoon weer lekker een beetje ballen. En misschien toch iets meer dan één winnen vandaag. Yeah. En vooral veel plezier maken. Ja. En natuurlijk niet te veel bier drinken vanavond. Jullie zijn puur recreanten. Ja. Nou, dan eindigen we dan bij jullie daar. Jij wou niet in beeld, want je haar zat niet goed. Ja, zeker. Mijn haar zat niet goed. En dat valt mee, vind ik. Ja, dat is goed. Dat is prima. Jij bent het met je collega eens dat het niet teleurstellend is? Gewoon lekker recreëren is het belangrijkste? Jazeker is dat belangrijk. Ja. En jou als tot slot? Dat zit overigens wel goed. Oh, gelukkig. Het wordt dunner. Ja, dat zeggen mijn kinderen ook steeds. Ja, dankjewel. Hoe was deze dag? Heel leuk. Ja, ik mocht meespringen met Groningen. Ja. En we speelden ook nog Utrecht speelde met ons mee. Dus we waren eigenlijk een mixed team van drie verschillende clubs. Nou, heel leuk, broederlijk zo. Ja. En vanavond betijds? Ik moet heel snel naar huis, naar mijn dochter die alleen thuis is. Je blijft niet pitten? Nee, dit keer niet. Hoe is het fysiek eigenlijk? Is het pittig of niet? Het is zeker een zeer... je spierbundels moet je wel een beetje hebben. Ja. Maar dat betekent niet dat ze heel dik moeten zijn. Nee. Ze moeten gecontinueerd zijn. Dus het hele dik zijn van spieren wat je in de sportschool kweekt, ja, dat gaat niet helemaal op. Ja, over het algemeen... Het is zelfs vaak zo dat sportschoolspieren zitten vaak in de weg. Dus met kanoën heb je dan last met gooien bijvoorbeeld. Dus kan je minder efficiënt gooien. Met paddelen ook. Je vaart gewoon minder efficiënt. Dus het is echt kracht vooral. Twee streng kijkende juryleden die het nauwlettend in de gaten houden. Jij bent? Daan. Jonas. Jonas, heb je al iets ontdekt wat niet in de haak is? Nee, nog niet echt. Dus het gaat zoals het hoort te gaan? Ja, op zich wel. Okay. Geldt dat ook voor jou? Ja. Waar letten jullie speciaal op? Overtredingen die spelers maken en gewoon scoren bijhouden. En dat die overtredingen, is dat met zo'n klap met zo'n paddle of nee, hè? Andere dingen? Gewoon dingen die niet mogen. Nee. En dat zijn bijvoorbeeld? Je verkeerd duwen, je mag niet onder de oksel of ergens duwen. Je mag niet met je paddle naar de bal toe slaan als er een hand bij is. Je mag niet op het spatcel zeg maar, varen. Dat soort dingen eigenlijk. En als je zo'n overtreding ziet, wordt het dan afgefloten of zo? Als de scheidsrechter ook ziet. En dan gaat de bal? Naar de andere partij. Okay, dus dat is een voetbalspelletje eigenlijk. Een soort vrije trap, maar dan op het water. Ja. Okay. Jongens, dankjewel. Hè. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Het materiaal. Dat zijn kano's natuurlijk, maar hebben jullie genoeg in voorraad? Gebeuren er wel eens ongelukken? Wij hebben genoeg in voorraad. En er gaat ook wel eens wat kapot natuurlijk. Maar vaak kan je dat wel gewoon repareren met een matje carbon er weer overheen en wat hars en dan zit het weer vast. Ah, dus, zo. En ja, dan kunnen ze gelijk weer te water? Nadat het even heeft gedroogd en uitgehard, kunnen ze gewoon weer het water op. De scheidsrechters, grensrechters en dan inderdaad de mensen die in de jury zitten, die zullen allemaal op je oogje open houden om inderdaad te zorgen dat het inderdaad wat gesmeerd blijft lopen. En, bijvoorbeeld, we hebben hier wel EHBO lopen. Ja.
Ja. Onze grote stone in toeverlaat is daarin natuurlijk altijd Ria. Ja, altijd. Dus deze kanovereniging gaat altijd samen op met Ria. En Ria zonder deze kanovereniging, dan wordt het geen kanovereniging meer. Maar dan wordt het zoeken naar iemand Ria wie? Die zoveel inzet Ria heeft als Ria. Ria wie? Ria Rietveld. Niet goed. Niet goed. Nee, wel verloren, hè? Ja. Dikke cijfers? Nee, het valt wel mee. 4-1 of zo. 4-1. Ja, ja. Ben je nu door of ben je niet door? Door? Nee, wij zijn eigenlijk nooit door met ons team. Ja, we komen, het merendeel van de mensen komt hier uit Helmond natuurlijk. 4 teams. Maar zijn jullie een beetje favoriet of wordt het niks? Dat ligt er een... Verliezen, denk ik. Ik wou net zeggen, het ligt een beetje aan welk team. Kijk, onze jeugdteams doen het hartstikke goed. Ik ga voor nummer 1 en 2. Ja, ja, en dan hebben we ons vlaggenteam, nee, ons, hoe heet dat ook weer? A-team. Ja. Ja, die gaat ook voor nummer 1, geloof ik. Wordt morgen platte kar in Helmond? Dat neem ik aan van wel, ja. Dat zou wel leuk zijn, hè? Nou, bedankt voor je commentaar, hè. Nou. Ik ben al derde klasse en dat is ook mijn ambitie om gewoon lekker derde klasse te blijven varen en verder niet hoger te komen. Maar wat is jouw probleem dan? Nou, hij is te sterk. Ja, hij is veel te sterk. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Groningen. Misschien morgen als je... Ja, uit Friesland. Het is toch helemaal geen probleem om te verliezen van iemand die sterker is? Ja, maar het is toch een beetje oneerlijk als je zich in de verkeerde klasse inspeelt. Ja. Ja, dat wordt hier gefraudeerd, hè? Dat is wel dikke fraude, ja. Ja, dit is dikke fraude. Ja, ben ik het niet mee eens. Nee. Dan is het wel eerlijk. Ja. Goed op stap, maar jij gaat gelukkig ook mee, dus dat scheelt wel weer. Dus, ja. Daar ligt jouw kans. Ja, ik voer hem dronken vanavond. Succes, hè? Dankjewel. Dankjewel. Hey, succes. Dankjewel. Dankjewel. Gaan jullie nog een prijsje pakken als Keistad? Of is het allemaal tweede prijs, derde prijs, de laatste of zo? Onze Keistad D en Keistad F lopen zeker aan kop. Dus ik denk dat er wel wat prijzen gaan vallen voor Keistad. Zeker weten? Ik weet het nooit zeker. Nando? Ik durf bijna zeker te weten, zeggen. Ja, denk het wel. Ja, er begint bijna een wedstrijd. Keistad tegen Helmvaarders, zo te zien. Ja. Helmvaarders is een team uit Helmond. Keistad is ons thuis team. En ze zijn nu klaar aan het liggen voor de wedstrijd die ze zo gaan spelen. Gebeurt het op dit veld? Dat gebeurt op dit veld. Heet dat een veld eigenlijk? Dit noemen wij een veld, ja. Okay. Ja. Er is natuurlijk geen gras, maar we noemen het een veld. En welke leeftijd is dit? Dit is de jeugdklasse. Dus de jonge talenten. Van Keistad, ja. Nou, dan wachten we het even af, Nando. Want ze komen ze liggen al klaar aan die kant? Ze liggen allebei... Dit is ons daar links, hè? Links is ons team, En dat is... En rechts zijn de Helmvaarders. Wil jij dan zo kort wat commentaar geven? Ze starten nu met de sprint. En Guido, een speler van ons, die heeft de bal heel mooi gehaald. En die gaat hem afpassen naar 13. Naar voren, kom op! Ik zie u dol enthousiast het spel volgen. Heeft u hier een klein dochter of een klein zoon? We hebben hier twee kleinzonen. Eentje speelt op het ogenblik, de andere is net... Die ligt daar, als reserve, denk ik. Ja. Mag hij nog invallen? Hij is er net uitgegaan. Ik veronderstel bij deze wedstrijd niet meer, maar dat
dan moet je mij niet serieus nemen. Nee, nee, nee. Want zoals ik al zei, ik weet er de ballen van. Ja. Deze mevrouw weet er de ballen van. Weet u er iets van? Ik weet er net zoveel van als deze mevrouw, die mijn moeder is. Dus wij zijn... Ik heb alweer twee leken aan de haak. Net de leken uitgezocht. Maar ik heb volgens mij het al een beetje begrepen hoe het gaat. Ja. En je bent wel wat trots op, Dus mijn twee neven, althans één neef, Arthur, die nu in het veld is. Ja. Hij heeft nu zelfs de bal bij. Oh, nee, heeft ze de bal niet. Nee. En dit is een sport die ze hartstikke leuk vinden? Ja, en die volgens mij ook fysiek behoorlijk inspannend is en veel van je vergt. Ja, dat hoorde ik net bij de introductie, want je moet behoorlijk wat uithoudingsvermogen en fysiek sterk zijn. Ja. Hey, al is het alleen maar omdat je af en toe kopje onder gaat. Ja. Nummer drie is... nummer drie, dat is... waar is drie? Oh, daar, Guido. Ja, Guido, dat is één speler die net uit de jeugdklasse is. Die hebben net een ander team. En die maakt een heel mooi doelpunt. Ja, die is gewoon... En heb je dan in deze muziek, watersport ook een mid voor en een verdediger en dat soort dingen? Jazeker. We hebben meerdere verdedigingstechnieken en aanvalstechnieken. Ja. De meest gebruikelijke verdedigingstechniek is de 1-3-1. En die noemen we zo omdat we dan een keeper hebben. Drie verdedigers en een jager zoals we dat noemen. En een jager die gaat altijd op de bal af of houdt de eerst invarende mensen tegen. Zoals je bij nummer 3 nu zag. Die is nu aan het jagen. Ja, helaas een doelpunt tegen, maar dat hoort er ook bij. En hoe lang spelen ze? De wedstrijd duurt 2 keer 10 minuten. En daartussen heb je een pauze van 3 minuten. Okay. En mogen er ook reserve spelers komen? En dan bedoel je wissels waarschijnlijk? Ja, wissels, ja. We hebben in dit geval 2 wissels. Maar je mag, zoals aan de rechterkant te zien is, maximaal 3 wissels hebben liggen. En dan 5 spelers in het veld. En helmvaarders zijn nu proberen een counter aan het varen. Maar Keijstert houdt het redelijk goed dicht. Want zoals je zag, hij moest hem afpassen, want anders dan werd de bal veroverd door Keijstert. Dus dat doen ze heel netjes. Nou scoort hij, maar mag je bij wijze van spreken ook vandaag gooien? In theorie mag je vanaf je eigen doel scoren. Ja, oh, ja. In theorie zou dat mogen. Ja. En als dan gescoord is, dan wordt de bal op de middenlijn uitgenomen als beide teams op hun eigen helft zijn. Okay. Wordt hij getoond. Buitenspel is er niet, hè? Buitenspel hebben we niet. We hebben wel een ander soort buitenspel, maar dat is meer obstructie. Okay. Dus dat is als je iemand uit zijn vaarrichting vaart. Dus bijvoorbeeld hier is het net aan, de 6 meter lijn. Na de 6 meter lijn mag je iemand niet meer aanpakken. De scheidsrechter let daarop, ja. Ja, mooi doelpunt. Heel goed gedaan. Nummer 9, ons nieuwe talentje. Die doet heel goed, moet nog een beetje groeien. Dat is Arthur. Ja. Kijk, dat mag. Als iemand de bal heeft, mag iemand omgeduwd worden. Maar het is een hele vriendelijke sport. Dus dan geef je elkaar een puntje als iemand niet overeind komt. Okay. Dus dat, dat is het leuke. Je mag elkaar omduwen. Maar als iemand niet overeind komt, dan help je elkaar weer overeind. Heel, ja. Wat hebben jullie hier varen? Ook een zoon, nummer 12. Ja, talent? Hij is opkomend talent, ja, aanstormend. Is hij talent? Hij geldt als het grootste talent in Nederland. Oh, dus binnenkort is hij hier weg? Ja, internationaal natuurlijk. Hè. Ik ben helemaal objectief voor als vader. Ga je daar mee? Ja, absoluut. Dat ben je hem kwijt. Ja, het WK is in Canada, dus ja. Jullie gaan gewoon mee? Met de camper? Met de camper. Ga je echt mee? Nee. Dankjewel, hè. We zijn nog geld aan het inzamelen ervoor. Dankjewel. Okay. Kijk, nu duwt hij hem op de lijn, dus dat is puntje aan de andere kant. Oh kijk, dat is een hele nieuwe techniek, dat heb ik nog niet heel vaak gezien. Ja, dan kijkt hij naar waar de boot is, maar wie is het? Wat krijgt hij nou? Waarvoor? Ja, er wordt nu een gele kaart uitgedeeld, want op de lijn duwen mag niet, omdat het gevaarlijk spel is. Dus we hebben gelukkig een hele goede scheids bij ons, die...
je terecht een gele kaart voor geeft. En dat houdt in? We hebben in Kanenpolen hebben we 3 kaarten. Ja. Groen, geel en rood. Groen is een waarschuwing, 2 keer groen is geel. En geel is dan 2 minuten uit het spel. Dus dan moet het team die een geel krijgt, speelt dan 2 minuten met 4 spelers. Met vieren. Ja, en dat, daar kan Keizat gebruik van gaan maken door 4 uit te gaan met een keeper. Okay. Dan weet ik niet of ze dat gaan doen. Hey, wat me opvalt, maar ze protesteren niet, hè? Dit gaat nee, heel ja, ja. Ja, je ziet wel eens dat het wel wordt geprotesteerd. Ja. Ik ben zelf wel van protesteren, maar... Helpt dat? Het helpt wel eens hoor. Ja, 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 tegen zo'n kaart niet.